Hey Dorthy, wat is precies verspenen? Verspenen, dat is als je zo'n potje, wat allemaal mooi dichtgegroeid is, ja. Hè, al die zaadjes zijn opgekomen, staan natuurlijk veel te dicht op elkaar, haal ik uit elkaar en zet ik elk plantje in zijn eigen potje. Oké, helder. Ik maak het eerst goed nat. Wat een leuke gieter. Ja, heel simpel. Een leeg flesje. Ik heb met een hete naald gaatjes geprikt in de dop. En is het belangrijk dat je plantjes een zwemdiploma hebben? Dat lijkt alsof je ze verdrinkt. Nee, als dat de aarde goed doordrenkt is, dan krijg je dat kluitje makkelijker uit elkaar. Okay. Beschadig je de plantjes niet. Ah, ja. Aan de onderkant komen de worteltjes er ook al door. Nou, doordat het goed nat is, laat het makkelijk los. Oh, ja. Kijk, dan hebben we de worteltjes heel gelaten. Oh, ja. Kijk, zie je die worteltjes hier? Die moeten allemaal uit elkaar. Pak hem bij het kluitje, niet bij het steeltje, want als die breekt heb je niks meer. Okay. Nog een beetje water erbij. En waar zetten we ze nu neer? Ze zijn verspeend, ze moeten sterk worden. Ja. Ik zet ze overdag buiten, niet in de felle zon. Okay. En 's avonds zet ik ze binnen. En dit is de wortel van de wortel? Dit is de wortel van de wortel en hij zit in een diepe pot, zodat hij ook lange wortels kan maken. En je ziet dat ze hier veel minder ruimte hadden dan in dat andere bakje. Hey Cora, ik zie hier de andijvie van de vorige keer. Die is al flink gegroeid. Ja, dat schiet op. Hè. Moet je eens kijken aan de onderkant. Die wortels zitten er helemaal hier. Die komen door het potje heen. Het is echt nodig tijd om die in een grotere pot te zetten. Ik denk dat ik dat inmiddels kan. Dat heb ik net geleerd. Oh ja? Nou, laat maar zien. Oké. Maak ik hem eerst goed nat. Ja. Kijk, hier heb ik een grote pot. Nou is het niet de bedoeling dat je hier vier planten zo in gaat zetten. Dat doen mensen wel eens. Die denken dan, oh, niet vier plantjes in een pot. Ja. Maar dat is de bedoeling niet. Dit bedoelt, dat is één plantje en daar moet je er niet meer dan vier in zetten. Maar ik ga er zelfs maar één in zetten, want het worden grote planten, dus met een grote pot. Let er goed op dat de wortel mooi recht naar beneden komt, dat hij dus niet zo krom komt te staan. Dan kan hij niet goed groeien. Ja, ik zeg altijd maar zo, je moet niet te veel water doen bij de andijvie, want de andrijft niet. Ja, je ziet dat hier heel veel potgrond voor nodig is. Ja. Daarom zet ik ze graag in een kleiner potje als tussenstap. Okay. Dan kunnen ze met mooi weer vast naar buiten en dan weer naar binnen. En als ze dan groot zijn, gaan ze of in de volle grond of in een grotere pot. Kijk, we hebben deze nou in een pot gezet, maar je zou hem ook in een emmer kunnen zetten. Maar dan moet je zorgen dat je gaten in de bodem boort. Dan kan het overtollige water eruit lopen en dan blijft de bodem mooi luchtig en zuurstofrijk. Mijn tip van de week is, als je niet zeker weet of je plantjes al aan verspenen toe zijn, kijk dan eens naar de onderkant van het potje. Komen de worteltjes er al heel erg doorheen, dan hebben die plantjes niet genoeg ruimte meer en zijn ze toe aan verplanten of verspenen. Mijn tip van de week, als je gaat verspenen, even wachten tot ze er allemaal zijn is prima, maar zo'n nakomertje, als je daarop wacht, dan is het voor deze weer zo laat.